Nadat op 6 februari voor de tweede keer op rij KVB wedstrijden uitgevoerd, dacht de D3 en de D4 dat wij maar eens een oefenwedstrijd hadden. Dit zou misschien voor de competitie zijn, maar dat stond niet helemaal bekend. Laten we daar meer over. Maar de kom begint goed en hier de eerste kans voor Davy. Yannick. Bal naar Davy. Davy legt hem breed naar Max. Max gelijk door naar Robin. Kan die schieten? Ja, maar de bal gaat achter en het is corner. Victor. Door naar Jesper. Jesper krijgt hij de bal? Nee, misschien Max? Ja, mooi. Ook niet? En dan krijgt de D4 hem. Of niet, daar zit Robin goed tussen. En dan kan Max weg. Max terug naar Victor. Bal naar Michiel. Michiel, diep naar Robin. Robin breed naar Jesper. Jesper legt hem terug of zet hem voor. En de keeper pakt hem. Daar is de D4 weg. Met misschien de eerste kans van de wedstrijd. Daar zit Davy goed tussen. Kan die weg? Nee, ook niet. Bal blijft in de verdediging. Oh, daar is Jesper. Jesper geeft een diep op Kelvin. Kelvin, Jesper vraagt diep. Krijgt diep. Jesper voor de goal. Staat volgens mij Davy. Hij speelt erheen, maar Davy komt er niet aan. Yannick, komt die er dan nog aan? Nee. Weggewerkt, maar het gevaar is nog niet voorbij. Misschien nu? Nee. Als het nog niet voorbij, nu wel, want nou is het doeltrap. Oh nee, toch een corner. Davy zet voor. Kan iemand hem aanraken? Jesper gaat ermee naar buiten. Krijgt hij hulp? Van wie? Mama, ik sta al op internet. Jesper komt er niet uit. Nou tikt hij buiten en het is het ingooien. Kelvin. Naar Davy, schiet maar. Nee, bal gaat breed en daar zit dan de D4 tussen. Ben je alleen geweest? Ja. De 4 op links. Hé, hey, niet vliegen dan. Meer man mee, maar het gaat via een speler van de D3 en het is ingooien. Victor, Kelvin. Bal diep naar Davy. Davy kan hier zo'n eerste moment opleveren. Davy loopt misschien ietsje van naar buiten, maar kan er schieten? Ja, maar goed gered van de keeper. Hier kunnen we nog een keer in de herhaling zien dat hij de paal raakt. Davy weer. Davy gaat eenmaal voorbij. Speelt me dan diep op Bas. Bas krijgt hem nog. Nee. Bal wordt buiten gespeeld en het is een ingooi van Bennekom. Michiel schiet over. Davy gaat weer diep. Dat deed hij net geleden ook al. Davy, nou kan hij hem niet goed raken. Hij heeft net dat ene duwtje nog mee. Zo zijn er toch wat kansen geweest van de D3. Maar zijn er natuurlijk ook nog wat kansen voor de D4 misschien. Davy met de voorzet. Voorzet. Kelvin komt er niet aan. Bal op rechts naar Jesper weer. Jesper de voorzet komt bij niemand. Oh! Niemand raakt hem aan. Uiteindelijk wordt hij weggewerkt richting Victor. Victor, Max. Man in de rug. Speelt hem iets te gaas door. En dan kan de Davy misschien weg. Daar is Max. Max kan door. Goed gedaan. Is eenmaal kwijt. Ja, loop maar Victor, gaan we mee. Max is tweemaal kwijt. Alleen op de keeper. Er staat niemand voor de goal. De keeper redt. En dit is het tweede moment. En hier het schot. Zo het tweede moment voor Bennekom. Misschien de derde. Vier via Davy. Davy de kans. Maar niet de goal. Nog een corner. Bal in de kluts. Wordt uiteindelijk weggewerkt. Maar het gevaar nog niet voorbij. Max, brengt me nog een keer in. Zo staat het nog steeds 0-0.
Maar zijn er toch een paar momenten geweest. Twee van Davy en één van Max. Goed gedaan, hier is Davy. Davy met schot en keeper red. Zo is de keeper van de Davy hier toch wel de held. En zorgt ervoor dat Davy hier nog niet achter staat. Maar het kan ook zo zijn dat, aan de andere kant 1-0 wordt. Oh, Max. Daar is Danny. Bal naar Michiel. Speelt hem diep richting Max, maar was iets hard. Bal wordt buitengeschoten, ingooi voor Bennekom. D3. Daar gaat Davy weg. Victor is op tijd. Maar Davy kan misschien nog een keer weg. En is daar misschien de kans? Victor! Nee. En dan kan misschien Bennekom D3 eruit. Bal wordt buitenschoten. De voorzet. Bal gaat aan iedereen voorbij. Zo kunnen we ook de eerste kans van de D4 hebben die gezien. Misschien komt hier de tweede. Het schot. En bal gaat naast. Volgens mij is de corner. Ja, het is een corner. De voorzet. Bal gaat niet aan iedereen voorbij. Bal terug. En daar is het inkomt. Ja, het is 1-0 voor de D4. Hier zien we hem nog een keer. Heel goed ingekomen.